Ben je vreemd gaan? Mijn benen gaan pijn doen als ik alcohol drink. Hoi, ik ben Lia en welkom bij weer een nieuwe video of welkom op mijn kanaal. Ik heb vandaag de assumptions video voor jullie en dat betekent dat jullie vooroordelen die jullie over mij hadden of hebben ingestuurd en ik ga daarop reageren. Het lijkt een beetje op de roddelvideo, maar het is net eventjes wat anders. Ik weet niet zo goed wat er precies anders is, maar het zijn gewoon net eventjes, het zijn gewoon dingen waarvan jullie dachten, hey, ik dacht dat jij onaardig was in plaats van ik heb gehoord dat jij, snap je? Ik snap het zelf ook niet zo goed. Laten we gaan beginnen. De eerste is, ik denk dat je zo'n meisje bent die heel erg geklept doet met haar vriend en ik kan er echt niet tegen. Dat valt eigenlijk best wel mee. Stef en ik bijvoorbeeld, als wij samen naar vrienden gaan, dan zien we elkaar, kunnen we de hele avond elkaar bijvoorbeeld helemaal niet zien. Dus ja, zo klef zijn we denk ik niet. Aan het begin waren we wel een beetje kleffie beffie, de hele tijd bij elkaar. Ik pakte echt aan hem vast, zeg maar. Maar nu is dat niet meer zo. Ik denk dat je saai bent en nooit uitgaat. Ik heb zo mijn periodes. Ik denk dat, soms ga ik een heel weekend uit, soms ga ik 3 weekenden een heel weekend uit. En soms ga ik 2 weekenden helemaal niet uit. Het ligt er een beetje aan waar ik zin in heb, dus ik hoop dat ik niet saai ben. Ik denk dat je heel veel om je uiterlijk geeft en er veel tijd aan besteedt. Soms besteed ik er tijd aan. Ik heb de afgelopen 3 dagen geen make-up gedragen. En ik heb bijvoorbeeld ook tijdens mijn rijles helemaal geen make-up op, omdat ik denk, ja, ik heb er helemaal geen zin in. Want ik heb vaak ook mijn bril op dan en zo. En veel om mijn uiterlijk geven, ja, dat denk ik wel. Ja, want ook als ik geen make-up op heb, kan ik alsnog 10 keer per dag in de spiegel kijken en dan wil ik toch alsnog dat ik er goed uitzie of zo. Ja, ik weet niet. Je lijkt een levensgenieter, maar je piekert snel om kleine dingen. Ik denk dat dat misschien wel waar is. Ik vind het trouwens best wel eng hoe goed jullie mij soms lijken te kennen. Als jullie dan die assumptions inzien, denk ik, hoe kan je dat weten of zo, weet je wel? Maar ik ben wel een levensgenieter, denk ik. Maar ik kan heel erg piekeren om kleine dingen, maar echt heel erg. Dan moet ik het aan minstens 10 mensen gevraagd hebben of advies of... Ja, ik ben echt iemand die piekert en heel snel stresst. Ik denk dat je van aandacht houdt. Ik vind het altijd lastig als mensen dat zeggen. Want het is eigenlijk altijd als je zegt, ja, je houdt van aandacht. Mensen zien het vaak als iets negatiefs. Maar als ik nu zeg, nee, ik hou echt niet van aandacht, dan slaat het nergens op dat ik mee heb gedaan aan het Junior Songfestival. Dan slaat het nergens op dat ik mee heb gedaan aan The Voice. Dan is Instagram onlogisch en dan is YouTube onlogisch. Dus ja, ik hou in een zekere zin wel van aandacht, maar soms ook totaal niet ofzo. Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat iedereen die in de media werkt en in de entertainmentwereld, die houdt wel van aandacht, denk ik. Ja, dat is heel eerlijk. Ik denk dat je altijd de behoefte voelt om jezelf overal over te verantwoorden. In ieder geval, ja, dat is best wel waar. Want vind ik ook wel grappig hoe jullie dat dan zien. Maar het is inderdaad zo dat ik heel vaak dan zeg, ik vond iets op mijn story of op mijn vlog. En mensen interpreteren het soms verkeerd. En ik wil niet dat het verkeerd overkomt. Dus ik heb inderdaad eigenlijk altijd wel heel erg drang om alles te verantwoorden. En te zeggen waarom ik het doe. En I'm sorry. Ja, dat is wel waar, denk ik. Ik denk dat je geen contact meer hebt met de Junior Songfestival mensen. Ik heb met de crew, zeg maar, van Avro Tros, die daar echt werken, heb ik nog wel eens contact. Met mijn jaar eigenlijk helemaal niet meer, met 2014. En ik zie nog wel eens de boys van Force of zo. Of Sterren zie ik ook nog wel eens. Stefania zie ik wel eens. Femke zie ik ook nog wel eens. Dus het is, ja, met sommigen heb ik wel contact, sommigen niet. Maar eigenlijk van mijn jaar helemaal niemand meer. Het lijkt alsof je het soms niet leuk vindt om video's te maken. Ik vind het juist heel leuk om video's te maken. Ik ben alleen altijd bang dat ze niet leuk genoeg zijn. Dat ik ze niet goed genoeg edit. Dat ik er geen tijd voor heb. Dat ik geen inspiratie heb. Maar leuk nieuwtje. Ik ben nu bij de MSCN DiviMove getekend. Dus die helpt met inspiratie. En die helpt met verbeteringen van mijn YouTube kanaal. Dus dat is top. Het lijkt alsof je altijd blij bent. Zeker niet. Ik ben echt niet altijd blij. Ik heb heel vaak zo'n dag dat ik denk, ik kan echt over alles nu gaan janken. Als iemand nu iets onaardig zegt, lig ik in mijn bed voor 3 dagen. Ik heb niet altijd mijn dag. Best wel vaak niet eigenlijk. Maar ik heb ook best wel vaak een heel vrolijk moment. Dus het is wel daar of daar, zeg maar, bij mij. Deze vond ik ook wel creepy. Ik denk dat je er niet zo goed tegen kan als iets niet gaat zoals jij wilt. Ja, dat is zeker waar. Maar ik weet niet hoe de fuck jullie dat kunnen weten. Hoe kan je dat merken of zo? Ja, ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Ook als ik al iets had gepland voor een bepaalde dag en het gaat anders. Nee, dat kan ik echt niet aan. Ik weet niet waarom ook, maar ik kan het niet handelen met mijn hoofd. Oké, altijd als ik vraag, hebben jullie roddels gehoord? Hebben jullie
vragen, hebben jullie assumptions, dus vooroordelen, komt er altijd in te staan dat jij bent vreemd gegaan of dat Steven is vreemd gegaan. Ben jij vreemd gegaan? Spreek uw bericht in na de piep. Om te stoppen, doet een willen. Nee. Ik kan er heel erg langdradig over doen, maar dat is niet gebeurd. De volgende. Dat je eenzaam bent en dat je buiten Stefan niet heel erg veel vrienden hebt. Soms ben ik wel eenzaam, maar dan meer in de zin van... Zeg maar, niemand maakt echt om mij heen precies mee wat ik bijvoorbeeld meemaak. Niet iedereen heeft een manager of een YouTube-kanaal of een Instagram-pagina die wel goed loopt, snap je? Dus soms dan voel ik me daar zo van alleenstaander in. Dan kan je in een zekere zin eenzaam gaan voelen. Maar ik heb wel vrienden en ik snap dat jullie denken dat ik dat niet heb. Dat klinkt heel raar, maar ja, ik laat ze eigenlijk nooit zien. Want als ik bij vrienden ben, dan ben ik heel eventjes weg van de social media wereld, snap je? Dan ga ik niet de hele tijd stories maken en eigenlijk ook nooit foto's. Heel gek, ik heb met een van mijn betere vriendinnen helemaal geen foto's. Slaat helemaal nergens op eigenlijk. En ik vlog niet en ja... Het is gewoon dat ik dan een soort van klaar ben met het hele media. En dat is voor mij een soort van vrij zijn van mijn werk. En dan is het voor mij, misschien voelt het heel erg als werk als ik dan dingen moet gaan filmen of zo. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar daarom film ik ze eigenlijk niet. Maar ik heb heel veel lieve mensen om me heen, heel veel lieve vrienden en collega's. Ja, ik ben gewoon heel blij ermee. Dus ik heb zeker wel naast Stefan ook andere mensen. Ik heb het idee dat je niet tegen alcohol kan. Ik ben heel klein. Ik drink ook niet super vaak. Ik hou ook niet per se van alcohol. Dus ik denk ook als ik mijn rijbewijs heb dat ik heel vaak de Bob ga zijn. Ik hou er niet van omdat ik heel snel hoofdpijn van krijg. Ik vind ook niet alles lekker. Ik vind wijn niet lekker. En bier gaat er nog wel mee door. Kan ik nog wel drinken. Bijvoorbeeld Heineken vind ik wel echt lekker. Hertog Jan gaat op het randje. En bijvoorbeeld ik drink heel graag Liefmans. Of Hugo. Echt erg. Dat vind ik echt super lekker. Maar dat is natuurlijk weer knijten duur in een restaurant. Of als je gaat borrelen. En ik krijg er snel hoofdpijn van. Ik vind het niet altijd even lekker. Ik heb ook heel vaak, dat ik heel vaak in de zomer, dan gaan mijn benen pijn doen. Vraag me niet waarom. Mijn benen gaan pijn doen als ik alcohol drink. Volgens mij heeft het iets met je bloed te maken of je bloeddruk of zo. Ik weet niet wat het is, maar dan echt helse pijn. En ik word er heel moe van. Dus eigenlijk drink ik het liefst gewoon iced tea. Daar moest Steven heel erg aan wennen aan het begin. Die had echt zoiets van, gingen we lekker uit eten en ik bestelde iced tea. En hij dacht echt... Ben ik hier met mijn zusje of zo? En kijk, het is niet dat jullie nu denken, oh, dus ik moet drinken. Maar hij had meer zoiets van, het is toch leuk om lekker een drankje te doen. En ik nam iced tea. Dus ja, ik heb gewoon nooit zoveel zin in alcohol. Ik weet niet waarom. Ik denk dat je makkelijk... En dan alweer de laatste. Ik denk dat je makkelijk bent in de omgang met andere mensen. Ja, soms wel. Ik moet heel erg aan mensen wennen soms. Ik heb ook best wel snel vooroordelen en dat vind ik best wel vervelend. Ja, ik snap ook wel dat mensen, dat is ook wel zo. Mensen hebben ook eens snel vooroordelen over mij. Bijvoorbeeld, ik kwam als nieuw persoon in de vriendengroep van Stefan. En ik wist, want ze wonen allemaal in hetzelfde dorp. Ik wist dat ze eigenlijk allemaal wisten wie ik was. En ik dacht, ja, weet je, waarschijnlijk heeft iedereen, of ze nou willen of niet, al een soort vooroordeel over mij. En dat kan onaardig zijn en aardig. Maar in ieder geval heeft iedereen waarschijnlijk al een soort van idee van... Oh, dat is Julia van Bergen. Dus ik dacht, ja, ik kan niet echt een eerste indruk meer maken. Ik kan alleen een soort van hun eerste indruk over mij veranderen of verbeteren of zo. Dus dat vind ik best wel vaak lastig dan in de omgang met mensen. Maar meestal probeer ik me nu gewoon heel erg open op te stellen. En merk ik wel vaak dat mensen zeggen... Oh, je bent eigenlijk heel anders dan ik dacht, weet je wel. En dat hoor ik eigenlijk heel vaak. Dus ik heb er ook wel van geleerd hoor. Je leert best wel veel van zo'n leven. Ja, gewoon qua hoe je kan opstellen. Hoe mensen niet gelijke voordeel over je hebben. Want ik had ook heel erg, een hele lange tijd toen ik op de haven kwam. Had ik heel erg het idee van als je me niet aardig vindt, dan vind je me maar gewoon niet aardig. Weet je wel? Ik gooide een soort van met de petten naar. Ik dacht, fuck jullie allemaal. Ik ben hier om mijn school te halen. En ik hoef geen vrienden te maken met jullie. En daardoor had ik heel erg zo'n attitude over me, maar ook een soort van muur. Zo van, je kan niet bij me binnenkomen, weet je wel. Een soort zelfbescherming ook. En nu probeer ik me juist open te stellen. En is het weer zoals vroeger dat iedereen mij altijd belachelijk maakt. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie nog meer van mij willen zien. Of jullie video-ideetjes hebben, zet het hier onderin. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei! En vergeet niet te abonneren.